in deze periode van heftige campagnevoering op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2020 zien wij dat er nu wat onsmakelijkheden plaatsvinden. Zo is de levensgrote billboard van Reshma Mangre, DNA-kandidaat van de VHP in kiesdistrict Wanica en wel op plek nummer 3 weggenomen. De billboard die was geplaatst aan de Tutlivo-kanaalweg tegenover de Tutlivo-markt. We spraken hierover met Mangre, maar ook over wat onderwerpen over onderwijs, welke nu zeer actueel is. U hoort Reshma Mangre als BVL-voorzitter, tevens DNA-kandidaat van de VHP in kiesdistrict Wanica en wel op plek nummer 3. We zien dat in de hele campagnevoering er nu toch wat onsmakelijkheden plaatsvinden. We hebben recent gezien de vlaggenoorlog. En men heeft nu gemeend om er vandoor te gaan met uw billboard op de hoek van de Tutlivo, tegenover de Tutlivo-markt. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben vanmorgen, heb ik dat ontdekt, dat ze mijn billboard gewoon hebben afgesneden. Dat wil zeggen, iemand heeft zijn tijd genomen om mijn billboard, om mijn banner af te snijden van mijn billboard. Er gingen twee gevoelens in mijn hoofd. Aan de ene kant zeg ik, hoe sportief is dat? Het is triest dat er op deze manier campagne wordt gevoerd. Maar aan de andere kant denk ik, ik heb iemand waarschijnlijk blij gemaakt. Die wilde heel graag mijn billboard hebben. En die heeft het misschien nu hangen voor in zijn slaapkamer of in de voorzaal. Maar als die persoon zo graag mijn foto wilde hebben, dan had ik mijn flyer aan die persoon gegeven. Maar u begrijpt, het is diefstal. Wegnemen van eigendommen van anderen. Het berokkent schade. Ik heb erin geïnvesteerd en het kost geld. En ik heb formeel wel aangifte gedaan bij politie Livorno. Dus ik wacht het onderzoek uit. Maar ik wil toch zeggen, laten we deze campagne sportief spelen. Laten we niet op die manier bezig zijn om andere schade te berokkenen. Want ik heb niemand iets aangedaan. En de banners kosten heel veel geld. Dus ik weet niet wat hun bedoeling is en wat ze met mijn banner gaan doen. Maar wat we nu daar hebben, mevrouw Mangre, is een houten frame alleen. Ja. Gaat u er nog eentje plaatsen? Ja, ik ga er andere, natuurlijk een nieuwe plaatsen. Maar ik wil ook ervoor waken dat ik die garantie heb dat die andere ook niet wordt afgesneden, die andere banner. Dus ik zal de politie vragen om het onderzoek voor te zetten en dat we mogelijk mensen in beeld brengen die het hebben gedaan. Want we kunnen niet op deze manier campagne voeren. Ik kom aan niemands banner. Laten we sportief blijven in campagnevoering. Dus, en niet mensen schade berokkenen. Maar bevreemdt het u, mevrouw Mangre, dat er op dezelfde plek in de directe omgeving er nog zoveel andere banners staan en men juist met de uwe er vandoor is gegaan? Ja, het bevreemdt me ook, want pal tegenover mij staat de banner van mevrouw Coutinho. En die prijkt nog daar en niemand is eraan gekomen. Dus ik heb mijn vermoedens ook. Maar het zijn vooralsnog vermoedens. Ik wil niet hard op mensen aanwijzen of denken wat het is, maar het zijn kwaadwilligen. En die kunnen vanuit elke hoek komen om dat te doen. Maar ik vraag mijn gemoeden af, wat bereik je daarmee? Want wat doe je met mijn banner? Ik heb het daarvoor de samenleving geplaatst, zodat de samenleving weet waarvoor ik sta en waarvoor ik me sterk maak. Het is bedoeld voor de samenleving. En het is niet bedoeld voor één enkel persoon die het misschien boven zijn bed heeft gehangen of in zijn slaapkamer. Heeft u er nog andere onsmakelijkheden meegemaakt? Nou, niet al zodanig dat je andere onsmakelijkheden hebt. Je hebt natuurlijk dat mensen het kwaadwilliger zijn. Ik weet, in het begin was ik ook al belaagd geworden. Het slachtoffer is nog steeds in verzekering gesteld. Ik kreeg ook de aanvallen van mijn eigen bestuursleden. En nu ook nou mijn banner. Dus in deze politieke campagne moet ik van alles verwachten. Maar I'm a fighter. Ik ben een fighter, dus ik zeg, ik ga ervoor. Niks staat me in de weg om ervoor te zorgen dat de partij de zetelwinst krijgt. En ik zal keihard werken om die stemmen te vergaren, zodat we regeermacht krijgen. Nu toch een vraag in uw andere hoedanigheid, mevrouw Mangre, als BVL-voorzitter. U heeft er onlangs wat voorstellen gedaan richting het onderwijs aan de regering. En we lezen vandaag in een lokaal dagblad online dat de regering menens is om de lagere klassen van de basisscholen te laten doorstromen voor dit schooljaar.
Mogen we een reactie van u hierop? Ja, ik las het heel scannend vanmorgen. Maar ik wil direct ook expliciet aangeven dat de BVL en de ALS niet betrokken zijn bij dit besluit. En ik zou het prettig vinden, ik heb het keer op keer gezegd, we willen geen beslissingsbevoegdheid. Maar wat we wel willen is medezeggenschap. We hebben ook helpen nadenken hoe kunnen we in deze situatie, een coronacrisis, de problemen oplossen. Maar we moeten als gelijkwaardige partners worden beschouwd. Want uiteindelijk zijn het de leraren die drager zijn van het onderwijs. En zij moeten het gaan uitvoeren. Dus de minister kan komen met populistische maatregelen, maar dat helpt ons niet. Dus de BVL en de ALS zijn niet gekend in deze. Ik hoorde wel dat de minister zei, de onderwijsbonden zijn geconsulteerd. Maar laat mij expliciet aangeven dat ik in het prille begin op 6 april wel ben uitgenodigd. Maar dat ging om tv-onderwijs. Omdat ik ook aan de directeur van onderwijs, die daar aanwezig was met haar staf, heb aangegeven, we kunnen niet beginnen met afstandsonderwijs. Want als je afstandsonderwijs wil geven, ik juich het natuurlijk toe, in deze moderne tijd kun je daarmee beginnen, maar je kunt niet iets doen ad hoc. Als je dingen wil uitvoeren, moet je de randvoorwaarden in place brengen. En vooralsnog zijn de randvoorwaarden niet in place. Niet iedereen heeft smartphones, niet iedereen heeft wifi, ook de leerkrachten niet. En wat gebeurt met de leerlingen van het binnenland? We moeten op geen enkel moment gaan discrimineren en ervoor zorgen dat groepen worden uitgesloten. En dan hoeven we niet eens naar het binnenland te gaan. We kunnen hier in de randdistricten kijken. Ik krijg elke dag geïrriteerde leerkrachten, geïrriteerde ouders, geïrriteerde studenten die me bellen om te zeggen ze kunnen niet mee. En vooralsnog is het examen uniform. Dus wat voor zin heeft het dat je een groep meekrijgt, de goed gesitueerde, maar hierin worden de mensen die het minder goed hebben dubbel gestraft. Want zij kunnen niet mee, maar ze kunnen ook op dit moment geen data aanschaffen, geen smartmobiels aanschaffen op smartphones. Dus ik weet niet wat het ministerie doet. We hebben gezegd, tv-onderwijs is een optie. Omdat haast in ieder huis heb je een televisie. Dus dan waren we daarmee geholpen. Dus bij die bespreking was ik zelf aanwezig, zijn we als BVL en ALS gekend. Maar in geen enkel andere beslissing zijn we gekend geworden. Dat de vakantie wordt verschoven, dat het schooljaar later gaat beginnen. Op geen enkel wijze hebben wij als BVL en ALS daarin geparticipeerd. En ik vind erg dat er is dat de indruk wordt gewekt alsof de BVL en de ALS betrokken zijn geworden. Want we hebben ook mooie voorstellen om het te doen. Kijk, nu zijn we vanuit de VHP, dat is de andere pet die ik nu aan heb, zijn we bezig met tv-onderwijs. Vandaag hebben we les 3 gegeven en het zijn leerkrachten die die lessen verzorgen. En dan krijgen we hele mooie reacties, de samenleving reageert, dat we de tijd die de studenten thuis blijven, eigenlijk hun thuisquarantaine, dat ze die tijd efficiënt en effectief gebruiken, zodat het ten bate komt, niet alleen van hun persoonlijke ontwikkeling, maar van het totaal onderwijs. Dat de achterstand in ieder geval wordt geminimaliseerd. En daarom hadden we ook vorige week op de persconferentie gesuggereerd en het voorstel gedaan, laat mij dat goed zeggen, het voorstel gedaan dat de scholen 18 mei van start kunnen gaan, zodat we de achterstand kunnen beperken. Want ook in Nederland en andere buurlanden zien we dat de scholen dat er heropening plaatsvindt van de scholen. Dat we wel de COVID-maatregelen in acht nemen, zodat afstand, distantie en dat we zeggen kleinere klassen, maar dat we wel op een laag beetje alvast kunnen beginnen om de scholen draaiende te houden. Want we willen ook leerkrachten hebben kinderen, dat dit schooljaar geen verloren schooljaar wordt. Dat is voor ons ook belangrijk. En we moeten het moet niet gaan inboeten aan kwaliteit en zeker niet dat er een enorm verlaging gaat worden gedaan. Daar ben ik geen voorstander van. Is er tot nu toe, mevrouw Mangre, een plan opgesteld hoe de scholen zouden draaien met COVID-maatregelen in achtneming? Nee, dat mis ik van het ministerie. En dat is beleid. Dat is nou net wat ik mis van het ministerie. Een plan van aanpak, concreet een plan van aanpak. Wanneer we weten dat we de school bijvoorbeeld willen herstarten op 1 juni, dan kun je de leerstof uitsmijten over de periode die er nog rest. Wat gaan we doen in welke week en welke prioriteiten kunnen we stellen? Want we kunnen dat doen. Want ook eerder hebben we ook meegemaakt dat scholen bijvoorbeeld een aantal maanden hadden gemist en we hebben gewoon een plan van aanpak ingeleverd. En uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd dat het schooljaar succesvol is afgerond. Dus we hebben er allemaal baat bij. We allemaal hebben kinderen en zeker wij denken als leerkrachten ook aan de kindertjes en ook aan de studenten dat dit jaar voor hun geen verloren schooljaar moet worden. Dus ik mis een concrete plan van aanpak en een stappenplan. Kijk,
wanneer je een achterstand hebt, dan ga je dat gefaseerd doen. En ik mis vooralsnog het stappenplan en dit heeft allemaal te maken met beleid. En als je beleid maakt, moet je nadenken. Laten we alle stakeholders, alle relevante stakeholders bij elkaar roepen, de koppen bij elkaar steken om dat plan te maken. En ik ben zeker als voorzitter van BVL als bereid om mee te helpen, mee te denken. We hebben ook voorstellen, zeker de leerkrachten ook. En we worden gewoon niet betrokken. Ja. En nu deze vraag meer betrekking hebbende in de hoedanigheid met uw VHP-pet op, mevrouw Mangre. Terwijl u zo bezig bent met uw campagnevoering, stellen de mensen u ook de vragen. Misschien de oudere Surinamers onder ons, van mevrouw Mangre. Hoe moeten we gaan stemmen met COVID in achtneming? Ja, daarvoor heeft de partij gezorgd. De partij heeft zelf mondkapjes, handschoenen en alle voorzorgsmaatregelen getroffen. Dus je wachtte niet op de regering? Nee, we wachten niet op de regering. Wij hebben als partij, als VHP, gezorgd dat alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Want ook wij hebben onze mensen lief. We willen dat niemand ziek wordt. Dus de VHP heeft ervoor gezorgd dat mensen veilig kunnen gaan stemmen. Dat alles is al begroot, alles is al in place. Dus de mensen mogen veilig gaan stemmen en we rekenen erop. En ik doe vanuit deze plaats ook de oproep dat elke burger haar of zijn burgerplicht vervult. We moeten dit land redden en de burger zal bepalen hoe we dit land gaan redden. Als we massaal van oordeel zijn dat we die verandering willen brengen, dat we Suriname weer leefbaar willen maken, dat we Suriname moeten redden, dan moeten we naar de stembus en dan moeten we bewust gaan stemmen, slim gaan stemmen om dit land te helpen redden.